voor de democratie. Dank u wel, voorzitter. Groningen, het zou onze oplossing kunnen zijn voor heel veel problemen in dit land. Ik praat de laatste tijd met heel veel mensen, en ook ondernemers, particulieren, die de komende winter echt niet zien zitten. Die echt met de handen in het haar zitten van hoe ga ik in hemelsnaam mijn energierekening betalen. Iedereen heeft de voorbeelden gezien, maar het gaat echt over zulke absurde bedragen. Het gaat over stijgingen van honderden tot wel duizenden euro's. Ik was vorige week bij een ondernemer en die moet nu voor één pand, dat betaalde die 500 euro in de maand en dat gaat nu naar 3600 euro in de maand aan energie, aan stroom en gas. En dat zijn zulke absurde bedragen. Deze mensen worden massaal het faillissement ingeholpen. En we hebben gewoon een oplossing voor handen. En we zitten er al maanden tegenaan te hikken. En we zitten al maanden dit voor ons uit te schuiven. Maar uiteindelijk zal het kabinet eraan moeten gaan geloven. In 2018 pleitte mijn partijleider er al voor, toen het gasveld gesloten ging worden, van hou het nou alsjeblieft open. Gebruik de baten voor het ruimhartig compenseren van de Groningers. Maar gebruik het ook voor de nationale welvaart. Is dat... Meneer Van Raan is zijn pasje vergeten, maar ik ga die rustig door. Maar dus gebruik het ook voor de nationale welvaart. En we waarschuwden toen al, hij waarschuwde toen al, van de prijzen gaan gewoon enorm stijgen. We worden afhankelijk gemaakt van de internationale gasmarkt. En ook vorig jaar zei ik het tegen de toenmalig staatssecretaris Jezilkus, van toen waren die in het najaar van vorig jaar waren die prijzen al aan het stijgen. Toen was Nederland al afhankelijk geworden van de internationale prijzen, van de gasprijzen, van... Laten we toch alsjeblieft Groningen weer openstellen. Het kan gewoon. Er zijn technisch gewoon mogelijkheden om dit veilig te doen. Om die bevingsschade te herstellen. Om mensen veilige huizen te geven. Om mensen ook ruimhartig te compenseren. Geef die mensen gewoon waar ze al decennia recht op hebben. Maar geef Nederland ook weer het gas wat het nodig heeft. Want we kunnen voor een heel groot deel onafhankelijk worden van de internationale markt. Er wordt nu al 20 miljard kuub per jaar uit de grond gehaald. En dat gaat bijna allemaal naar het buitenland voor onbekende bedragen. Nederland heeft voor particuliere huishoudens gaat om 10 miljard kuub per jaar wat er nodig is. Het zit gewoon in de grond. We kunnen het gewoon er zelf uithalen. We kunnen dit gewoon tegemoet laten komen aan onze eigen mensen. Maar het kabinet wil er niet aan. Dus vorig jaar oktober al niet. En vorig jaar, of afgelopen jaar januari, tegen Rob Jetten, die wilde het ook niet doen. Toen voorspelden wij al van, ja, jongens, er zijn allemaal dingen aan de grens met Oekraïne en Rusland. Dat kan wel eens tot een conflict gaan leiden. Het kan wel eens een oorlog gaan worden. Dat gebeurde ook. En dat had natuurlijk hele grote consequenties voor de gasprijs. En dat, het kabinet stak gewoon een kop in het zand. Terwijl toen was al aan te zien komen waar we nu in zitten. We zitten met een gasprijs. De dagprijs vandaag was €3,80. Dat zijn absurde, astronomische prijzen die niet op te hoesten zijn voor normale mensen. President de Rupsie van mevrouw Mulder namens CDA. Ja, voorzitter, dank. Want is het de heer Jansen ook bekend waarom het kabinet het ook niet wil? Wat de reden is? Meneer Jansen. Nou, ik vermoed dat het kabinet allerlei redenen naar voren schuift. Maar de echte reden is omdat de energietransitie door moet gaan. En dat heeft Sigrid Kaag ook nog verklaard. Want we kunnen niet nu de gasprijzen weer naar beneden gaan halen. Want dat zou het verkeerde signaal zenden. Omdat dan mensen misschien niet van het gas af zullen gaan. En met Sigrid Kaag bedoel ik de minister van Financiën. Dank u wel. Mevrouw Mulder. En het woord veiligheid voor inwoners van Groningen. Is u dat ooit opgevallen in de antwoorden van het kabinet? Meneer Jansen. Ja, dat is natuurlijk een veel voorkomend probleem en een veel voorkomend antwoord ook inderdaad op die vragen. Dat is iets wat iedere keer terugkomt, maar wat de heer Van Hagen net ook al aangaf, er zijn gewoon technische oplossingen voor. Het kabinet, het ministerie van Economische Zaken, heeft zelf laten uitrekenen wat het kost om die huizen te gaan herstellen. Dat is een hersteloperatie van bij elkaar 8,5 miljard. Er zit voor 1000 miljard euro in de grond. We kunnen dit gewoon doen. We kunnen nog eens bovenop die hersteloperaties, kunnen we de mensen ook nog eens compenseren voor de schade en de emotionele schade die ze hebben geleden. Daar is genoeg welvaart voor handen. En dat er is geen rationele keuze dat dit niet gebeurt. Want de veiligheid is uiteindelijk te garanderen. Dat heeft het ministerie zelf laten uitrekenen. Dus het kan niet gaan om veiligheid. Het kan uiteindelijk alleen maar gaan, zoals de minister van Financiën ook al aangaf, om die groene agenda, om die groene droom. Wat inmiddels een vreselijke nachtmerrie is geworden voor alle normale Nederlanders. Mevrouw Mulder. Is de heer Jansen bekend met de staatstoezicht op de mijnen en hoe die kijkt naar veiligheid? En op welke termijn zeg maar de oplossingen zoals die worden beschreven door de heer Jansen, dat water in het veld stoppen of iets anders, op welke termijn dat dan ook een daadwerkelijke oplossing zou bieden? Meneer Jansen, mevrouw Mulder, je hebt nog één interruptie. Dat zijn er vier losse.
Ja, nee, ik ken niet de exacte termijnen. Maar dat maakt ook uiteindelijk niet uit. Hè? Dus het gaat erom dat het gewoon mogelijk is. En het gaat erom dat het één al heel lang niet is gebeurd. Waar ook uw partij natuurlijk bij betrokken is geweest in alle verschillende kabinetten. Maar tegelijkertijd gaat het erom dat we nu met een heel acuut probleem zitten. Dus alle Nederlanders, die hebben hier nu mee te maken. Omdat het kabinet heeft besloten ons over te leveren aan de internationale gasmarkt, moeten alle Nederlanders de komende winter in de kou gaan zitten. Of een heel groot deel van de Nederlanders moet in de kou gaan zitten. Dit is toch totaal niet uit te leggen. Mevrouw Mulder, de vierde laatste optie. Ja, we weten dat Forum voor Democratie ook bij monden van uw lijsttrekker en uw voorman graag zich uitlevert aan Rusland. En dat is uw keus, hè? Dat mag natuurlijk. Dat mag je vinden. Ik vind dat onverstandig. Maar om het SODM, wat voor de veiligheid gaat van de Groningers en de adviezen die ze geven, en ook weten dat uw oplossing niet een echte oplossing daarvoor is, zo even terzijde te schuiven, dat het niet relevant zou zijn op wat voor termijn het zou kunnen, dat vind ik wel stuitend hier vandaag. Meneer Jansen. Ja, voorzitter, ik vind dit hele betoog stuitend. Eén, heeft uw kabinet, hè, waar het CDA deel van is, ons uitgeleverd aan de Russische gasmarkt? Want uw kabinet, of tenminste het vorige kabinet dan, maar waar u ook in zat, heeft ertoe besloten om Groningen dicht te doen. Dat is het besluit geweest van het vorige kabinet. En daarom zijn we juist afhankelijk van de internationale gasmarkt. Het is niet zo dat is niet zo ineens ons overkomen van plotseling ging de gasbel dicht in Groningen en nu moeten we iets. Nee, dit is een keuze geweest, een beleidsmatige keuze van kabinet Rutte 3 om Groningen te sluiten, om ons afhankelijk te maken van de internationale gasmarkt, waaronder dus van Rusland. Dus dat vind ik stuitend. En ja, ik vind het stuitend. En ik weet niet of u met mensen hebt gesproken. En ik weet niet wat uw eigen energierekening aan het doen is op dit moment. Maar heel veel mensen worden nu van hun vaste contracten gehaald. Heel veel mensen krijgen nu te maken met de variabele tarieven. Dat zijn zulke absurde bedragen. Dat gaat over dat mensen ineens van 300 naar 1200 euro in de maand gaan voor hun stroom en voor hun elektra en gas. Dat kunnen ze niet betalen. Mensen gaan massaal failliet gaan als dit zo doorgaat. En u in uw kabinet kan dit nu oplossen. U kunt de oplossing bieden voor Nederlanders om de winter door te komen. En dan kunnen we allemaal heel erg verontwaardigd gaan doen over deze oplossing. Maar ik ben verontwaardigd over het feit dat mensen straks allemaal het faillissement ingejaagd worden, allemaal de armoede ingejaagd worden of de kou. Moeten kiezen tussen de armoede of de kou. Dat vind ik erg. We spreken overigens in de derde persoon. Dus zoals u zegt, dat bedoelt u mij. En ik voel me daar niet aan. Zoals u bedoelt, mevrouw Mulder van het CDA. Meneer Zegers, en ook nog bedankt dat u even als zoefdaas het pasje naar meneer Verhaan hebt gebracht. Het is in goede loop gedragen, dus, ja. Dus dat is inderdaad goed gekomen. We hebben een heel groot probleem inderdaad met de gasprijs, met de energierekening. We hebben vorige week 2 dagen over gedebatteerd, waarbij ik maar toch even opmerk dat uw fractie het grootste deel van dat debat er niet bij aanwezig was. Het kabinet heeft ruim 17 miljard uitgetrokken om dat te compenseren, om daarover na te denken van hoe kunnen we die energierekening, hoe kunnen we de koopkracht versterken, hoe kunnen we de energierekening naar beneden brengen. Ondertussen heeft het kabinet gewerkt, de regering gewerkt aan een LNG-terminal in Groningen, die is aangelegd, dat is in no time. Er gaan heel veel dingen mis in Nederland, maar soms gaan er ook dingen goed. Dit is echt goed gegaan. Er wordt ingesprongen op inderdaad veranderde omstandigheden. Maar nu gaat het over Groningen. Nu gaat het over de veiligheid van Groningen. We hebben één instituut die zegt, wij kijken naar de veiligheid van Groningen. Staatstoezicht op de mijnen. Die zegt, als je meer gaat pompen, neem je een risico met de veiligheid van Groningers. Zegt u, dat sla ik in de wind? Kan me niet schelen. Of bent u bereid om dat serieus te nemen? Die veiligheid van de Groningers. Meneer Jansen. Ja, dank u wel. Ja, natuurlijk nemen we de veiligheid van Groningen serieus. Natuurlijk is het heel erg voor de mensen die in het gebied wonen, dat zij te maken hebben met deze bevingen. Maar het is net zo, minstens net zo erg, dat we een economische crisis tegemoet gaan die het hele land treft. En dat is ook regeren, dat is ook keuzes maken. En ik snap dat het kabinet de andere keuze heeft gemaakt. Ik begrijp dat dat ook niet gaat veranderen. Ik denk dat er uiteindelijk niet aan ontkomen gaat worden. Maar ik zou ervoor kiezen om mensen deze winter door te helpen. Ik zou de gaskan inderdaad verder opendraaien. Er alles aan doen om de Groningers te helpen, om ze echt ook ruimhartig te compenseren. Maar wel ervoor te kiezen dat mensen hun kachel kunnen aanzetten deze winter. En dat ze niet met 10 lagen truien en kleden op de bank moeten zitten. Omdat anders gewoon, er is geen mogelijkheid voor heel veel mensen. Meneer Zegers. De gasopslagen worden gevuld. LNG wordt aangevoerd. Er wordt koortsachtig gewerkt aan alternatieven. En er worden pogingen gedaan om de energierekening omlaag te brengen. Dus er zijn alternatieven. Maar nu is het gewoon de vraag, neem je risico met de veiligheid van Groningers, ja of nee? Dat is de keuze
waar je voor staat. En dat zijn keuzes die heel diep ingrijpen. Ik weet niet of de Janssen iets heeft gezien van de parlementaire enquêtecommissie. Deze week was er een vrouw die vertelde over wat het met haar gezin heeft gedaan en voor hoeveel ellende het heeft gezorgd, ook psychische ellende. Zegt de heer Janssen, ja, toch maar even heel bot, dat kan me niet zoveel schelen, want uiteindelijk vind ik het belangrijker om voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten ten koste van de veiligheid van Groningen. Of is zij bereid met het kabinet na te denken over alternatieven met inachtneming van die veiligheid van Groningen? Meneer Janssen. Ja, dank u. Kijk, natuurlijk zijn er heel veel schrijnende gevallen en dat is heel erg. En natuurlijk vind ik het heel erg als mensen in letterlijke doodsangsten leven in hun huis. Dat wil ik natuurlijk ook niet, dat wil Forum ook niet, dat wil niemand. Maar die alternatieven die het kabinet schetst over energieplafonds en vloeibaar gas uit Amerika, dat gaat het probleem niet oplossen. De gasprijs gaat daardoor niet significant naar beneden. En daardoor blijven we nog steeds in de situatie zitten dat mensen te maken hebben met honderden tot duizenden euro's stijging van hun energierekening die ze niet kunnen betalen, die ze niet kunnen ophoesten. En dat is, ik snap dat het een dilemma is. Dus je hebt twee erge dingen en je moet kiezen voor het een of het ander. En ik vind het op dit moment heel erg dat er gewoon misschien wel tienduizenden MKB-bedrijven failliet zullen gaan de komende maanden. En dat daar ook heel veel levens aan verbonden zijn. En dat daar ook heel veel mensen huilend op de bank zullen zitten en hun hele leven zien verdwijnen en alles wat ze hebben opgebouwd. Dat is ook heel erg. En ja, het ene leed moet je afwegen tegen het andere leed. En ik denk dat we op dit moment in de acute situatie zitten dat de energierekening zo hoog wordt voor zo ontzettend veel mensen dat ik inderdaad kies voor het weer openstellen van Groningen. Meneer Zegers. Tot slot, meneer de voorzitter. Er zijn alternatieven. Er komt een prijsplafond voor de energierekening. Er worden mensen ontzien. Het MKB wordt ontzien. Er komen regelingen. Dus er komt hulp. Maar ik kan niet serieus luisteren naar een statement van Forum voor Democratie die zegt, het gaat me echt aan het hart dat mensen dan doodsangst uitstaan of dat dan allemaal heel, heel erg is. En een pleidooi om nu, dus niet eerst versterken, want nou ja, daar zijn we echt nog jaren mee bezig. Nee, nu de gaskraan open. Dan weet je dat je nu een risico neemt met de veiligheid van Groningen. En ik vind het echt onbestaanbaar. Dank u wel, meneer Zegers. Niet omdat ik in het corruptie. Ja, er zijn een aantal dingen over te zeggen. Kijk, die versterkingsoperatie, natuurlijk gaat dat jaren duren om al die huizen te fixen en zo. Maar tegelijkertijd tegelijkertijd is het zo dat die bevingen gaan niet nu ineens stoppen op het moment dat we nu acuut stoppen met boren. Dat blijkt ook uit alle rapporten. Dus dat gaat ook nog überhaupt decennia door. Dus je zit sowieso in die situatie. En dan moet je toch deze keuze uiteindelijk maken van je kunt binnen een maand of een paar maanden kun je operationeel zijn in Groningen om dat weer op te krikken. En dan gaat de gasprijs voor Nederlanders heel, heel significant naar beneden. En ja, ik vind het leed aan alle kanten vind ik verschrikkelijk. Dat is wat ik net zei. En dat meen ik ook echt. Ik meen dat echt. Maar als ik praat met mensen die bijvoorbeeld vorige week was ik bij een tuinder. Die gaat voor het eerst in 22 jaar zijn kas leeghalen. Er staat voor het eerst in 22 jaar geen bloemen in. Want het kan niet meer uit. En zo gaan waarschijnlijk de meerderheid van de tuiners in Nederland gaat gewoon hun hele bedrijf kwijtraken. En daar waar ze decennia aan hebben gebouwd, waar ze hun hele gezin van onderhouden, waarin ze heel veel gezinnen van onderhouden, want er werken ook allemaal mensen. Dat zijn ook allemaal levens. Dat zijn ook allemaal mensen die nu de afgrond in worden gestort. En het is ook de kabinetten waar de heer Zegers aan heeft deelgenomen met zijn partij, die hebben al die jaren die compensatie en die hersteloperaties nagelaten. Het is niet gebeurd. En om dan nu te zeggen, ja, het duurt nog jaren voordat we eraan kunnen beginnen. Laten we dan maar een beetje klooien met wat de maximumtarieven en dit en dat heel veel milieu tegen gaan gooien. Wat uiteindelijk niet echt het probleem gaat oplossen. Waardoor uiteindelijk nog steeds die gasprijs euro's per kubieke meter gaat zijn. Waar dus Nederlanders heel veel last van hebben. Ja, ik vind dat een beetje mosterd na de maaltijd. Het is heel. De ChristenUnie heeft net zoveel boter op zijn hoofd als de rest van de coalitiepartijen. Dit had al jaren geleden moeten gebeuren. En het is dus nu geen excuus om deze keuze zo te maken. Meneer Van Wijkade, VVD. Ja, dank voorzitter. Wat hier toch een beetje horen is een vind ik een wat valse koppeling tussen hoe mensen er thuis bij zitten. Wel of niet warm, waar denk ik iedereen zich terecht grote zorgen over maakt. En het wel of niet oppompen van meer gas in Groningen. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de prijscompensatie. Nou, dat is net al genoemd. Waardoor het wel betaalbaar blijft. Waardoor iedereen de winter kan komen. Maar er wordt ook voorbij gegaan aan alternatieven
Namelijk gas oppompen waar het wel veilig kan, uit kleine velden, op land of in de Noordzee. Dus waarom dan niet eerst daarvoor kiezen? Want is mijn vraag. En er werd net gezegd van, richting mevrouw Mulder, heeft u gesproken met ondernemers? Nou, ik denk dat we dat hier allemaal doen. Maar ik zou eigenlijk de vraag aan heer Jansen terug willen stellen. Heeft u gesproken met mensen in het bevingsgebied? Want als je bedenkt dat daar, als je daar komt, duizenden huizen die daar nog versterkt moeten worden. Sommige mensen met kinderen die op zolder slapen naast een schoorsteen, wat dan een gevaarlijk object is. Bij extra winning, zoals u hier voorstelt, sodemietert die schoorsteen om. En liggen die kinderen, die liggen daar te slapen. Die mensen zijn hartstikke angstig en dat huis, die versterking, die moet nog maar beginnen. En dan tegelijkertijd voorstellen om maar extra te gaan oppompen. Dat gaat toch volledig voorbij aan de veiligheid van die kinderen die daar op die zolder liggen te slapen, om het maar even beeldend te maken. En twee, het afkoopmodel wat u zegt. Ja, dus koop iedereen maar uit, want dat levert dan genoeg op. Maar dat gaat toch volledig voorbij aan het feit dat sommige mensen en families daar al generaties lang wonen en daar helemaal niet weg willen. Dus stelt Forum hier dan gedwongen volksverhuizing voor à la China, want die mensen willen daar niet weg. En als je meer gaat winnen, dan is dat niet veilig. Dan leidt dat tot meer bevingen. Dus het is gewoon een levensgevaarlijk voorstel. Dus hoe moet ik dat nou met elkaar rijmen? De vragen mogen korter en puntiger ook te antwoorden. En we spreken in de derde persoon. Dus als u zegt, dan spreekt die mij aan. En die bedoelt meneer Jansen van Forum voor Democratie. Meneer Jansen. Hoe meer je natuurlijk focust op individuele gevallen, hoe meer je dan het leed zichtbaar maakt. En ik begrijp dat ook heel goed. Dus er zullen inderdaad, in het geval wat u beschrijft, kinderen naast schoorstenen slapen die mogelijk kunnen omvallen. En dat is heel erg. Maar tegelijkertijd is het niet zo dat die bevingen nu minder gaan worden. Die grond is instabiel, die druk is laag. Dus als we nu doorgaan, dan blijft die situatie ongeveer gelijk. Het is niet zo dat als we nu ineens 10 miljard erbij uitpompen, dat het ineens extreem stijgt. Zo werkt dat niet. Het is niet een knop die ineens leidt tot bevingen. Het is niet zo dat dat ding gaat pompen en dan ineens is er weer een aardbeving. Dus zo direct is die relatie natuurlijk niet. Maar natuurlijk moet dat ook worden afgewogen wat nou precies de hoeveelheid moet zijn en al die dingen. Kijk, daar zal de minister dan een uitwerking van moeten geven. Staatssecretaris, excuus. Kijk, daar hebben we de rekenmeesters voor. Hoe ver kunnen we dit oppompen om nog tot een veilig niveau te zitten? Maar ik denk wel dat het nu zo is dat dat niveau hoger is geworden, het acceptabele niveau, omdat de rest van Nederland ook, en ook de Groningers die ook hun energie moeten betalen, zo enorm in de problemen zitten. En de koppeling tussen het eigen gas kunnen leveren en daarmee dus onafhankelijk worden van het internationale gasmarkt, en die is wel heel direct. Dus we kunnen die gasprijs voor Nederlanders wel weer onder de euro krijgen. Dat moet gewoon kunnen. En daar moet uiteindelijk dan een rekensom van worden gemaakt van hoeveel gas hebben we dan precies nodig om precies uit te komen op wat soort van grens. Ik ben geen econometrist, ik ga dat geen ingenieur, ik ga dat niet uitrekenen. Daar komen vast hele slimme mensen komen daar ontzettend uit. Maar wij moeten hier de politieke keuze maken van wat willen we? Willen we heel Nederland de armoede instorten? Willen we heel Nederland een economische recessie induwen? Willen we heel Nederland de kou inzetten? Of willen we toch het risico nemen om iets meer gas uit de grond te halen? En dat zou inderdaad mijn keuze zijn. Meneer Van Wijngaarden. Ja, maar dan is het, dank voor de reactie, zeg ik via uw voorzitter. Maar dan zit misschien het standpunt van Forum en van het kabinet helemaal niet eens zo heel ver uit elkaar. Want ook het kabinet heeft gezegd, uiteindelijk is Groningen last resort, de allerlaatste optie. Als dreigt dat mensen in Nederland echt in de kou komen te zitten, dan is dat een optie. Maar, en vraag ik dan richting Forum, als er minder verregaande en veiliger alternatieven zijn, zoals die prijscompensatie waar de heer Segers het net over had, zoals gas winnen in kleine velden waar dat wel veilig kan, bijvoorbeeld op de Noordzee, dan heeft dat toch altijd de voorkeur, dan ook voor Forum vraag ik via uw voorzitter, boven een onveiliger optie. Meneer Jansen. Ja, in theorie heeft de veilige optie altijd natuurlijk de voorkeur boven de onveilige optie. Maar het prijsplafond, daar is ook al heel veel mee gerekend. Het gaat voor heel veel Nederlanders uiteindelijk niet een heel groot verschil maken. Volgens mij valt 77% van de mensen valt ruim buiten die grenzen of zoiets.
Natuurlijk gaat het iets compenseren. Want het gaat ook weer de staat ontzettend veel geld kosten. Dat geld moet ook weer ergens vandaan komen. Dat zal de belastingbetaler uiteindelijk moeten ophoesten. Dus ja, dit blijven gewoon dit soort dilemma's. Het blijven gewoon keuzes. En ja, ik denk wel dat Groningen nu de oplossing biedt. En misschien dat kleine velden hier en daar natuurlijk ook kunnen bijdragen aan meer gas voor Nederlanders. En dat lijkt me uitstekend. Daar hebben we ook helemaal geen bezwaar tegen. Maar de olifant in de kamer is Groningen. Daar ligt zo ontzettend veel gas onder de grond. Daar ligt nog voor 500 miljard kuub ongeveer onder de grond. En dat is omgerekend met deze gasprijs. Is het echt natuurlijk astronomisch wat het kan opleveren. Dan heb je het over, over duizenden miljarden euro's. Het zal waarschijnlijk niet zo gaan als je dat in één keer op de markt brengt. Maar dat is wel gewoon een nationale welvaart van 1000 miljard. En als je het dan hebt over versterkingsoperaties die 8,5 miljard kosten en misschien nog een grote compensatieronde van nog eens 10 miljard. Ja, die aantallen die wegen gewoon niet tegen elkaar op. Meneer Boelekjaar, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Excuus dat ik wat later was. Ik was in een ander debat, net zoals collega Nijboer en mevrouw Beckerman. Het zou u vergeven. Dank u wel, voorzitter. Kijk, het is heel verleidelijk om niet te reageren op wat Forum continu herhaalt als het gaat over Groningen, gaswinning in Groningen. Ik vind het heel vervelend en het is ellendig voor mensen, maar het is wel de oplossing. En de een zegt geef Groningers 1000 euro, de ander zegt geef ze een veilig heenkomen, de ander zegt geef ze een veilig of een nieuwe woning. En de heer Jansen zegt geef alle Groningers een Lamborghini. En dat is wel pijnlijk. Het gaat enorm veel leed achter schuil in Groningen. Ik spreek heel veel mensen, ik krijg heel veel appjes. Ik hoor nergens in het verhaal van Forum voor Democratie dat veiligheid boven alles gaat. Het is ellendig, maar de economie gaat voor. Dus welke oplossing denkt, tenminste, waarom denkt Forum dat gaswinning in Groningen nu de oplossing is? Terwijl we zien dat het laagcalorisch gas is, dus andere landen dan Nederland hebben er niks aan. We hebben de gasopslagen gevuld. We hebben LNG-terminals, zoals de heer Segers ook al aangaf, en andere maatregelen geïmplementeerd. Meneer Jansen. Ja, om op het allerlaatste punt in te gaan. En nog steeds is de gasprijs vandaag €3,84. Dat is natuurlijk een absurd bedrag. Terwijl het 2 jaar geleden was het 30 cent of zo. Dus ja, al die maatregelen, leuk, maar het helpt niet echt. Dus dan moet je toch iets anders overwegen. En inderdaad, het kabinet heeft gezegd, ja, als het echt niet anders kan, dan zullen we misschien meer uit Groningen moeten halen. Maar ik denk dat het echt niet anders kan. Ik denk dat we dat punt al heel lang bereikt hebben en dat het punt ook al heel lang aan te zien komen was. En ik denk dat we nu een winter tegemoet gaan waarin mensen dus hun energierekening letterlijk niet kunnen betalen. En ik vind het wel echt erg voor mensen in Groningen. En misschien gelooft u dat niet, maar ik heb dat net ook meerdere keren aangegeven. Alleen veiligheid. Gaat het boven alles? Maar gaat veiligheid boven alles? Nee, natuurlijk gaat het niet boven alles. Er zijn heel veel factoren in het leven. Er zijn ook heel veel factoren waar een regering rekening mee moet houden. Behalve dan alleen veiligheid. Dat hebben we ook gezien met corona. Toen zijn we in een soort veiligheidskramp geschoten. Van laten we maar alles doen om... Nee, er zijn heel veel dingen in het leven die onveilig zijn, maar toch goed. En in dit geval, misschien, ik ga niet helemaal mee in het feit dat het zo onveilig zou zijn. Er zijn vast ook veilige niveaus. Maar nee, natuurlijk gaat dat niet boven alles. Er zijn heel veel andere dingen die ook heel belangrijk zijn. En er zijn heel veel mensen, miljoenen Nederlanders, die nu ontzettend in de problemen komen. En ook de Groningers zelf, die zijn ook gevraagd in een enquête. Van ja, wat zouden jullie willen? Zouden jullie de gasboring weer willen verhogen? Als ze dan ook gecompenseerd zouden worden. Als dat leidt tot een lagere energierekening. 60% van de Groningers gaf ook aan dat zij dat een scenario vinden wat hun voorkeur heeft. Dus het is ook allemaal niet zo zwart-wit natuurlijk. De antwoorden moeten iets korter en puntiger, want anders gaan we het zetten we hier vanavond om 12 uur. Sorry. Meneer Boelekjaar, u bent ook tevreden, mevrouw Beckerman. Hij is niet tevreden, maar ik kom dadelijk nog aan het woord. Meneer Jansen, u kunt die betoog vervolgen. U hebt nog 2 minuten en 10 seconden. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb best wel veel gezegd natuurlijk in antwoord op alle vragen. Ik vind het eigenlijk ook best wel een mooie vorm. Want ik wil niet alleen maar zo zitten zenden en zeggen van ja, wij zeggen het al heel lang. Ik ben ook gewoon blij om het gesprek aan te gaan. En ik snap echt wel dat jullie andere overwegingen, of dat de Kamerleden, andere overwegingen hebben dan dat wij dat doen. En die overwegingen hebben wij natuurlijk ook wel echt in ogenschouw genomen. Maar ik denk echt dat we een situatie hebben bereikt waarin het niet anders kan. Ik denk echt dat het nu beter is om weer te beginnen met boren in Groningen. Omdat tenminste
10 miljard kuub, wat nodig is voor de particuliere huishoudens per jaar, eruit te gaan halen en ervoor te zorgen dat Nederlanders deze winter doorkomen. Want dat is uiteindelijk waar wij onze plicht aan hebben. Het probleem nu acuut op te lossen. En hoe dan de situatie volgend jaar op de internationale gasmarkt eruit ziet. Misschien is er dan geen oorlog meer, misschien wel, dat zien we dan wel weer. Maar nu zitten we gewoon tegen een heel groot probleem. Dat mensen 1000 euro in de maand moeten gaan ophoesten die ze niet hebben. En gewoon failliet zullen gaan, bedrijven failliet zullen gaan, gezinnen niet meer rond kunnen komen. Dat vind ik nu een hele schrijnende, erge situatie die op te lossen is, als het kabinet ervoor kiest, om Groningen weer op te stellen. Voorzitter, ik heb het best wel heel vaak herhaald, dus ik zal het ook hierbij laten. En ik hoop dat het kabinet dit wil gaan doen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Janssen, voor uw inbreng namens Forum voor Democratie. Maar dat is door interruptie van mevrouw Beckerman, Socialistische Partij.